Welkom bij weer een nieuwe vlog. Hallo Chloe. Het is vandaag een hele bijzondere dag. Want vandaag krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis. We gaan nu even, hoe noem je dat Faan, zo'n check doen? Inspectie. Een inspectie doen of alles zo wordt opgeleverd als dat we het hebben, ja, zoals we hebben afgesproken. En daarna gaan we naar de notaris en dan krijgen we de sleutel. En dan zijn we definitief de nieuwe bewoners van ons nieuwe huis, Klo. Spannend. Heb je er ook zin in, Van? Ja, zeker. Ja, zeker. Yay! En we gaan jullie vandaag de hele dag meenemen. Klopt alles, papa? Ja, alles klopt. Klopt dit? Ja. Klopt dit? Ja. Ja. Ja, hey, ga je zwaaien? Ja, oké, top. Ik krijg zelf ook wel een stuk van koffie. Ja, prima, dat geloof ik. Voor eens kijken eigenlijk. Zo. Ja, perfect. Merci. Merci. Ze is er wel stil van. Ja, hè? Schat. Even je mondje schoonmaken ook maar. Jeetje. Mondje heb je. Nou, zo geresseld. Vart gefeliciteerd. Dit is onze straat. Johnny Patinaya, Yoga. Hier maar naar. Hier maar gezien. Oh, hier. En we hebben plek voor de deur. Dat is ons huis daar. Chloe is moe. Ja, moest die aandrennen. Ja, moest die aandrennen. Zo groot. Besare oma. Nee. En oma moest die. Hè? Ja, oma gaat koken en onze keuken. Oma. Wie is dat nou? Sinito moest die, maar oma moest die ajardea massa. Wie is dat? Wie zien? Dit. De tweede verdieping. Dit zit er al in nu. Waar is het lampje? Hier. Dit is onze inloopkast. Dit zat er al in. Dit hebben we zo gehad. Dat gaan we zo laten. Met mooie shutters. Dit Chloe's kamer. Dit wordt onze kamer. Dat is nu een hele lelijke paarse muur. Daar staat onze auto. Dit gaat ook allemaal weg. Maison de l'amour. Bath en shower. Dit is de douche. En weet je wat ik pas echt top vind? Is nou, sowieso de wc in de badkamer. Maar dat ik hier dus kan zitten. Hoe fijn is dat? Twee wasbakken. Top. En dan hebben we de derde verdieping. Het is de zolder, maar hier maken we een kantoor aan huis. En hier komt ook een logeer... ik wilde zeggen logeerkamer. Hier komt een slaapbank. En een tv voor als we logeetjes hebben. Twee ovens. Dat is echt top. Dit is een combi. Dit is oven en magnetron. En dit is oven. Nou. Gewoon zo. Moet je allemaal afzonderlijk dan doen. Ja. Even kijken of alle lichten overal uit zijn. Even de verwarming weer ietsje lager zetten. Oh ja, dit is de voorraadkast. I love this. Om Tony's jarig. Gefeliciteerd!
Dit is de tuin. Die vlog. Ben ik ook even in beeld. Hoe oud bent u geworden, oom Tony? 60. Oh! Dat zou niet zeggen, hè? Oh, nee. Het moet gevierd worden. Wanneer krijgen we taart? Na de vakantie. Oké. Dat voor de 17 januari was. Nou, dan gaan we weer. Hoi. Het is vandaag zondag. Vrijdag hadden we de sleutel van het nieuwe huis geklaard. En gisteren is mijn vader begonnen met schilderen. En hebben de pakketleggers het pakket gebracht. Vandaag wordt het laminaat gelegd op de tweede en derde verdieping. En nee, Chloe, wacht even. Even zo. En ik wil nog even dingetjes laten zien aan jullie die ik had aangeschaft. De laatste paar, zo lang geen shoplog gedaan met dingen die ik heb gekocht. Maar kijk hoe schattig haar Nike outfitje is. Die hebben we van oma gehad, hè schat? En we gaan even naar de babykamer. Chloëtje heeft ook net een oorontsteking achter de rug. Hè schat, we zijn net klaar met de antibiotica. En dat was niet leuk, hè? Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Het was niet zo fijn, al die zetpilletjes in haar billen. Ze moest er 3 per dag. Maar nu nog steeds trekt ze haar billetjes samen als ik haar luier moet verschonen. Maar gelukkig bestaan er veel dingetjes om het allemaal wat beter te maken. Ik had dit zalfje van de Ethos aangeschaft. Voor haar billetjes. Want door die zetpilletjes steeds werd het toch wel een beetje schraal. Dus een lekkere baby zalfje. Om alles weer even lekker soepeltjes te krijgen. En lekker zacht. Hè schat? En wat ook top was. Ik heb zo'n oorthermometer aangeschaft. Binnen 1 seconde weet je hoeveel graden koorts ze zou mogen hebben. Of niet natuurlijk. Doe je het gewoon in haar oortje. Klik je. Tap, en binnen 1 seconde weet je dat. Dat is echt top. Het enige wat je dan moet aanschaffen zijn van die omhulseltjes. Die je erop moet doen steeds elke keer als je het hebt opgemeten. En ik ben blij dat het achter de rug is. Nee, wat ik ook echt tof vind is die luiers die je gewoon als broekjes aantrekt. Zweer ik bij. Gewoon top. Want nu kom je op het moment dat ze overal naartoe rolt. En overal naartoe gaat als je haar gaat verschonen. Dan is dit lekker handig. Al lig je zo. Al lig je zo. Al lig je weet ik het hoe. Kan mama altijd je pampertje aantrekken. Hè schat? Dat is vet handig. Nou, we gaan ons even klaarmaken. Dan gaan we weer lekker naar ons nieuwe huis.